Ignas Nasis, we zagen je eindelijk nog eens terug in het regenboogstadion en wat een klepper van een wedstrijd. Ja, zeg wel. Het is deugd voor mij persoonlijk en ook, ja, het is zeker ook deugd om nog eens belangrijk te zijn met die assist. En, het is ook heel leuk dat een Baidi dan binnen schiet natuurlijk. Ja, moet een geweldig gevoel geven. Net die twee jongens die lang zijn weg geweest en dan toch ja, SCV een beetje terug in de wedstrijd helpen en een puntje uit de brand slepen. Ja, tuurlijk. Ik denk ook dat puntje zeker niet gestolen is. En, het is goed voor het vertrouwen van de ploeg en voor ons persoonlijk, voor ons vertrouwen is dat ook zeker niet slecht. En, kijk, ik denk dat we op goede weg zijn en dat we gewoon hard moeten werken en alles komt alweer. Hoe zit het met de fitheid? Ik moet zeggen, van mijn blessure zelf heb ik geen last meer. Het is vooral fysiek dat het nog een beetje een probleem is. Ja, de sprintjes zijn nog niet gelijk hoe dat zou moeten zijn. En, ja, ik denk dat het alleen maar zal verbeteren de komende weken. Ik heb nu nog maar 9 dagen aan een stuk kunnen trainen. Dus op 2 maanden tijd is dat niet zoveel. En ik denk dat dat misschien ook wel logisch is. Maar ik ben zeker van dat dat zal terugkomen. Jullie zijn beiden net op tijd terug. Hè? Play-offs staan voor de deur, die bekerfinale nog. SCV gaan jullie wel kunnen gebruiken. Ja, ik hoop ook dat we nog belangrijk kunnen zijn voor de ploeg. En ik denk zeker als we alle twee fit geraken zoals dat zijn moet en fit blijven. Dat we dat belangrijk kunnen worden. En, ja, het is alleen maar goed dat we extra troeven hebben van voor. Is dat echt de wedstrijd van het jaar, die bekerfinale? Of ligt de focus ook nog wel voor een groot deel op die play-offs? We zijn daar nog niet zoveel mee bezig. En, we kijken gewoon match per match. De belangrijkste match is nu volgende week op Gent. Dat we daar nog 3 punten kunnen nemen. Want dat we eigenlijk aan... met een goede puntensaldo aan de play-offs kunnen beginnen. En, ja, dan gaan we natuurlijk alle focus op de bekerfinale leggen, want ja, het is zeker niet onbelangrijk. En dan hopelijk volgend jaar in het eigen stadion Europees spelen? Ja, dat zou wel mooi zijn. En, ja, ik denk gewoon dat zou super zijn. En, de resultaten zullen alleen maar beter zijn. Leuk vooruitzicht ook voor een speler, denk ik. Als je weet, er zijn hier stadionplannen, er wordt iets nieuw neergezet. Geeft een extra drive van. Natuurlijk, iedereen kijkt daar naar uit, maar ja, hopelijk kunnen we daar Europees in spelen. Hè. En, het zal eerst aan ons zijn om nu in de play-offs of in de bekerfinale een goed resultaat neer te zetten en dat we Europees kunnen spelen. Ik denk dat we daar met gans SCV naar uitkijken. Bedankt, Jens Nasis.